Oké, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe live sessie buikspierkwartiertje. We gaan gelijk beginnen, dus zorg ervoor dat je je matje bij de hand hebt. En dan gaan we vandaag werken met een 16 minuten IMOM. 4 verschillende oefeningen. Elke oefening doen we 40 seconden, hebben we 20 seconden rust. Oké, voordat we gaan beginnen laat ik heel even snel met Chantal zien wat de oefeningen zijn. De eerste oefening is de scissors, dus je gaat liggen, zorg ervoor dat je onderrug aan de grond houdt. Je schouders lift je wat van de grond op, van de grond af, kin naar je borst toe en je beweegt je benen heen en weer. Dus je wil geen holle rug trekken, dus ook niet je schouders naar de grond brengen, maar juist probeer die hollow body position aan te houden. Op die manier je benen over elkaar heen en weer te bewegen. Oefening 2, side plank pulses aan de linkerkant. Dus je gaat op je elleboog steunen. En zorg ervoor dat je van je tenen tot aan je neus in een mooie rechte lijn bent. En dan vanuit daar ga je je heupen van de grond aftillen en weer naar beneden brengen. Ja? Dan in minuut 3 hebben we toe touches. Dus je gaat liggen. Armen gaan naar achter en je probeert naar je tenen te reiken. Als dit te zwaar is, mag je je knie een beetje intrekken. En dan kun je hem op deze manier doen. Ja, dus goed je buik aanspannen om zo ver mogelijk omhoog te komen. En dan in minuut 4 doen we de side plank pulses, maar dan aan de rechterkant. Ja, dus let weer op dat je een mooie rechte lijn bent van je tenen naar je neus. En dan vanuit hier lift je je heupen van de vloer. En weer naar beneden. Oké, goed. Dat zijn de oefeningen. Doe lekker met ons mee. Dus pak je matje erbij. En zorg dat je gereed bent. Oké. Muziekje. Gaan wij de timer aanzetten. Oké. Beginnen met de scissors. Dus kom op je rug liggen. In 3, 2, 1, let's go. Dus op je baan of op je rug, voeten heen en weer. Let op dat je je schouders van de grond hebt en je onderrug is in de grond gedrukt. Mocht dit te zwaar worden, kun je altijd nog even je benen een beetje intrekken en op deze manier doen. Ja, liever op deze manier met een bolle rug dan dat je je hol gaat trekken. Als je het eventueel nog zwaarder wil maken, dan kun je je armen naar achter uitstrekken. Dat is een zwaardere optie. Maar je kan ook je armen voor je houden. Oh, en de tijd is al weer voorbij. Oké, dan gaan we naar de side plank pulses links. Dus je komt op je linker elleboog steunen. Gaan we in 3, 2, 1, here we go. Je kan je arm nog omhoog brengen als je wil. Je hoeft niet super snel te bewegen. Gewoon gecontroleerd naar beneden. En weer omhoog. Je mag ook je armen in je zij houden. Blijven. Dus je heupen naar de grond en weer op. Rustig naar beneden. Iets sneller omhoog. 3, 2, 1. Oké, rust. Gaan we zo naar de toe touches. Oké. Klaar liggen op je rug. Benen omhoog in 3, 2, 1. Gaat ie. Probeer je tenen te raken, is te moeilijk. Buig je benen. Dus je knieën buigen. Je probeert op deze manier. Kom maar, raak je tenen.
Span die buik goed aan. Drie, twee, één. Oké. Lekker. Gaan we naar de andere kant. Rechte elleboog. Mooie rechte lijn. Op je elleboog gaat die. Rustig naar beneden en omhoog. Probeer echt goed die schuine buik aan te spannen en vanuit daar omhoog te gaan. Dus niet te veel uit je heupen zwaaien. Maar goed die schuine buik aanspannen en vanuit daar je heupen omhoog drukken. Dus voel ze samen knijpen als je omhoog gaat. 10 seconden nog. Hou vol. 2, 1. Oké, rust. Alright, dat was ronde 1. Nog 3 te gaan. Zwaar? Ik vind het makkelijker als vorige week. Ja, dat is makkelijker als vorige week, hè? Ja, beter dan jij. Misschien kunnen we de scissors iets moeilijk maken. Oké, klaar liggen? Gaat ie. Scissors. Dus als je deze te makkelijk vindt, armen naar achter. Maar hou je onderrug in de grond. Wordt die heel zwaar, kun je eventueel handen onder je billen doen. Maar ik denk dat jullie wel zonder kunnen. Probeer maar. Benen zo gestrekt mogelijk houden. Of gebogen als het te zwaar wordt. Kies je optie. 10 seconden, kom aan. Maak het zwaarder als je het te makkelijk hebt. 3. 2, 1. Oké. Dat is al zwaar. Oké, gaan we naar de linkerkant. Linker elleboog. Ik doe dan zo. Of rechts, maakt niet zoveel uit. 3, 2, 1. Let's go. Dus echt vanuit de buikspieren samen knijpen en omhoog komen. Niet snel te bewegen. Controleer. Tien seconden nog. Drie, twee, één. Oké. Je kan altijd kiezen om de workout, de oefening, wat langer te doen. Dus misschien wil je al 50 seconden of een hele minuut. Als het te makkelijk voor je is. Ik weet het niet. Oké, gaat ie. Toe-touches. Benen omhoog en probeer je tenen te raken. Of met gestrekte benen, of met gebogen, mag ook. Breng je handen naar achter en op. Hou vol, 10 seconden. 3, 2, 1, oké. Okay. Deze was al iets zwaarder, hè? Ligt maar net aan hoeveel effort je geeft. Andere kant. Drie, twee, één. Yes. Gaat die. Ik
10 seconden, hou vol. Voet omhoog duwen. 3, 2, 1. Oké. Oh, 2 rondes nog. Easy. Waarschijnlijk heeft iedereen thuis dood sowieso. Goed bezig, guys. Goed bezig, sowieso. Alright, gaan we weer naar de eerste. Scissors. 3, 2, 1. Let's go. We beginnen al te branden, ja. Dus kies je optie, hè. Handen naast je. Of achter je. Als je hem zwaarder wil maken. Lichter. Benen gebogen. Steeds meer uitstrekken. Hou je onderrug aan de grond. Kom aan. Hou vol. 10 seconden nog. 3, 2, 1. Oké, netjes. Oké. We zijn over de helft. Hoe voelen de buikspiertjes? Oké, gaan we 3, 2, 1. Let's go. Rustig gaan naar beneden. Iets vlotter omhoog. Kom aan, hou die rechte lijn. Van je tenen tot aan je neus, één rechte lijn. Hou vol. 5 seconden nog. En rust. Kan jij ook zien om de rest te kijken? Kan dat niet. Oh, hij staat al op 0 mensen. Maakt niet uit, misschien komen ze later wel. Oké, toe touches. 3, 2, 1, let's go. Kom maar, probeer de tenen te raken. Als je niet meer bij je tenen kan, iets meer buigen die knieën. Hou vol. 10 seconden nog. 3, 2, 1. Andere kant. Voet op elkaar. Oké, gaan we in 3, 2, 1. Rustig. Hou vol. Over de helft, kom maar. Seconden nog. 3, 2, 1. Oké. Okay. Right. Laatste ronde. Lekker hoor. Nou, moet ik hem wel te voelen. Lekker. Ja. Gewoon met die toe-touches. Toe-touches zijn zwaarst, ja. Oké. Okay. Scissors, let's go. Kies je optie, hè? Kom aan. Dit is de laatste ronde. Even vlammen. Hou je onderrug aan de grond. Dus lukt het niet. Met gestrekte benen dan buig je ze. Iets meer uitstrekken. Of eventueel je handen onder je billen. Hou vol, kom aan. Kom
Kom maar, nog 10 seconden, hoor. Blijf die onderrug de grond in duwen. 3, 2, 1. Oké. Right, side back links. Onrechts. Oké, okay, klaar liggen. 3, 2, 1. Here we go. Controleert vanuit die schuine buik, duw jezelf omhoog. 10 seconden nog. Als je wil, mag je langer doorgaan. En rust. Langer doorgaan? Voor de diehards thuis. Oké, laatste toe-touches. De laatste, meest erge oefening. 3, 2, 1, let's go. Kom maar, even 40 seconden bijten. Alles eruit hier. Kom maar. Probeer niet te stoppen. Hou vol. Kies je optie. Mag met gebogen benen, of licht gebogen, of gestrekt. Maakt niet uit, als je maar richting die tenen komt. 10 seconden, kom maar. Probeer ze te raken. 3, 2, 1. Oké. Nou, die zit erop. Laatste side plank voor vandaag. 10 seconden. 3, 2, 1. Gaat ie. Nog 20 te gaan, kom op. Hou vol. Niet meer stoppen nou. 10 seconden, kom op. 3, 2, 1. Oké. Alright. Dat was weer het buikspierkwartiertje voor vandaag. Als jullie graag andere oefeningen willen zien, laat het ons weten. Tot volgende week.